Welkom bij de eerste video van de cursus Het ontwerpen van een app. In deze cursus ga je niet een app bouwen, maar je gaat er een ontwerpen zodat je weet wat er achter zo'n app zit. Als je Adobe XD opent, krijg je dit scherm, of ongeveer dit scherm. En wij gaan nu een app maken voor een iPhone. Je kunt er hier nog veel meer vinden, maar je kunt ook gewoon de bovenste gebruiken, want het maakt niet zoveel uit hoe die eruit ziet. Het is alleen een ontwerp. Het eerste wat je moet doen is hier aan de bovenkant even opslaan. En die noemen we bijvoorbeeld app ontwerp. En ik zet er dan altijd een 1 achter, zodat ik weet dat dit mijn eerste versie is. En als ik dadelijk een tweede wil die net iets anders is, dat ik dan hier app ontwerp 2 neer kan zetten en weet met welke ik verder wil gaan. Ik druk op save en hier heb ik mijn telefoongedeelte. Hier ga ik mijn app opbouwen. Wat doen we in deze eerste video? We zullen eerst even het welkomscherm maken. Het is de bedoeling dat jij zelf een onderwerp bedenkt voor je app en dus niet deze app namaakt. Maar je kunt wel alles gebruiken wat ik ook gebruik. Nou, je ziet hier de telefoon. Hierbovenaan, je ziet hem ook dat hij blauw is. Dat betekent dat je hier kunt zien wat de eigenschappen zijn. Daar is nog niet zo heel veel bij te zien. Maar we zullen dit eens gaan veranderen. Bijvoorbeeld de kleur. Als wij die veranderen, dan kunnen we kiezen voor een kleur dat die in één keer helemaal rood is. Maar je kunt er ook voor kiezen dat die bijvoorbeeld een verloop erin heeft zitten. Je kunt hier de verschillende verlopen zien. Een lineair verloop. Dat betekent dat die bijvoorbeeld van onder naar beneden, van donker naar licht gaat. Of andersom radiaal. Dat betekent dat die in het midden lichter is en aan de buitenkant ook hier weer of andersom. En dan hebben we hier nog eentje waar je mee kunt werken. Ik gebruik in dit geval de lineaire gradient. En dan wil ik voor onze kleuren de kleuren van het Elsendaal gebruiken. Ik klik op het rondje aan het begin. En dat is het rondje wat hier zit. Klik daar. En dan ga ik kijken. Wat wil ik hiervan maken? Nou weet ik de huiskleuren van het Elsendaal. Dus ik ga hier kijken naar. Dit zijn de hekskleuren. Maar ik ga gebruiken RGB. Rood, groen en blauw. En daar staan nummers. En ik weet dat box meer blauw is 102. Tab 190. Tab 231. Enter. En daar hebben we aan de bovenkant box meer blauw. Nou wil ik aan de onderkant niet deze rood, maar Elsendaal rood. En dan is het Elsendaal van het hele Elsendaal. En dat zou 171, tab 2, tab 50 zijn. En dan kom je op een speciaal soort rood uit, wat ook gebruikt wordt in de folders van het Elsendaal. Goed, heb ik de achterkant gemaakt. Ik pak een cirkel. Hier zie je een aantal icoontjes waarbij je kunt zien wat daarachter zit. Hier is een ellips. Ik maak een ellips hier overheen. Zoiets. Ja, zit. Kan die hier overheen. Laat ik ook nog, als ik hier vlak buiten het hoekje ga staan, kan ik hem scheef trekken. Vind ik spannender. Dus doe ik dat. Ik kan hier nog aan de hoeken gaan werken om hem breder, smaller te maken, hoger, dikker enzovoort. Ik kan hier nog verschillende de kleuren invoeren. Dan moet je zelf weten wat je daar doet. Ik laat hem nu even wit. En ik wil er wel tekst in. Dus ik ga naar tekst. Hier aan deze kant. En ik ga een app maken over de geschiedenis van de informatietechnologie. Dat lijkt me voor ons vak een redelijk onderwerp. Dus ik klik hier en dan kan ik wat typen. Geschiedenis van de. En ik pak een volgende tekst en die zet ik hier neer. Maak ik even anders, omdat ik daar een ander lettertype en een andere grootte van wil maken. Informatietechnologie. Enter ertussen. Dit is nou één stukje en dat is een stukje. Ik heb deze geselecteerd. Ik ga kijken naar de lettertypes. Een beetje jammer dat ik deze lettertypes niet allemaal uit mijn hoofd ken, want anders zou ik weten hoe ze eruit zien. Maar als ik er gewoon op druk, dan kan ik een lettertje zien. Heb ik dit al een keer gedaan, dus ik weet toevallig dat Venlo een beetje een computerachtige letter is, die je vroeger zag als je een tekst uitprintte op oude computers. Die wil ik dan ook nog bold hebben, dik gedrukt, en ik wil hem groter. Ik kies voor 55, en dan gaan we even kijken hoe groot die dan wordt. Nou, dit is groot zat, hij zit niet tegen de zijkant aan, want ja, dit is natuurlijk wel de zijkant van de telefoon, het zou niet zo mooi zijn.
zijn. Ik selecteer hem eventjes met het pijltje. Deze zou hier mooi terug kunnen komen. Zo staat hij in het midden. Er komt een hulplijntje te staan dat hij in het midden zit. Ik selecteer deze even. Die wil ik ook iets groter. Maak ik 30 van. Maar die wil ik wel in dit lettertype houden. En ik heb de naam van mijn app. Nu maak ik mijn app voor het vak. Die zet ik aan deze helft neer. Onderaan klik ik. Ik maak er even, het is het EC, D en I. En deze cursuivering in 2022. Dus vandaar dat deze er komt. Alleen, ja, dit is natuurlijk wel iets wat bijna niet te lezen is. Ook hier kun je dan weer naar de fil kijken en daar iets voor kiezen. Het lijkt me wel heel leuk om die kleur die hier bovenaan staat te gebruiken. Ja, dan kan ik dus weer eventjes op mijn blaadje opzoeken wat ook alweer Boxmeer blauw was. Dat was 102, 190, 231. En nu heb ik daar de kleur blauw neergezet. Als ik dat iedere keer moet doen, is dat best lastig. Daarom zit er onder dit stukje een plusje. Kan ik je net niet laten zien, want het valt bij mij net weg. Maar als je op het plusje drukt, dan komt er een blokje naast te staan. En die geeft dan dat blauwe blokje weer. Dus iedere keer als ik nou dat blauw wil gebruiken, weet ik dat ik het blauw kan gebruiken van het Elsendaal. En dan kan ik natuurlijk daar ook mee het rood doen als ik dat ergens voor gebruik. Het is handig als jij standaard kleuren wil gebruiken. En het is goed om niet steeds als je rood gebruikt, dan een beetje rood, dan weer iets anders rood, dan weer nog weer een aparte soort rood. Maar dat je één soort rood gebruikt, zorgt er dan voor dat je als je een keer een kleur hebt gebruikt, dat je die dan hier met het plusje er neerzet. Wat is het volgende dat ik ga doen? Nou, ik vind dit nog net iets te saai. Je kunt hier ook nog plaatjes invoegen en dat soort dingen. Je kunt hier ook even een tekeningetje maken. In dit geval gaat het over de informatietechnologie, dus ik zal er een computertje neerzetten. Ik pak een driehoekje, die zet ik hier neer. Dan pak ik een scherm, ietsjes kleiner, zodat ik het niet zo heel goed zien. Dus ik kan even een klein beetje inzoomen, zodat die wat beter is. Zo met Alt ingedrukt houden. Ik klik nu op Command C of Ctrl C, Ctrl V. En ik heb er eentje precies overheen geplakt. En deze, die maak ik ietsjes kleiner aan deze kant. En aan die kant, dat is wel een heel breed scherm, maak ik ietsjes kleiner. Nou, ook ietsjes kleiner. Nou, en zo kun je een beetje spelen. Als het simpele tekeningetjes zijn, kun je die dus hier ook bij doen. Maar je kunt natuurlijk ook in Illustrator een tekeningetje maken. En denken van, nou, als ik die heb, dan is dat wat mooier dan als ik hier moet tekenen. Maar omdat het maar een klein stukje is, valt dat wel mee. Ik houd Shift ingedrukt, zodat ik ze alle twee geselecteerd heb. En dan schuif ik ze iets naar onderen. En ik zet ook nog eventjes iets met, even kijken, 2, 4, 6, 8 cijfers. 1 byte zijn net iets te groot. Maken we hier 20 van het scherm. In het midden. Kijk, er komt weer een heel handig kruis te staan, zodat ik weet dat het in het midden staat. En als ik deze nou geselecteerd heb, en ik selecteer ook met shift deze, en die, en die, en die, en ik ga hier naar boven met object en group, dan is dit een groep geworden. Dan kan ik hem neerzetten waar ik wil. Kan nou niet zo goed zien of die mooi staat. Dus ik ga met de alt-toets weer terug. Of met de ctrl-0 tab terug naar het geheel. Je kunt hier ook dingen bekijken hoe groot die moet zijn. En dan kan ik hier dus dat ding neerzetten waar ik wil. Die afstand tussen de letters is 7 en het plaatje is nou ook 7. Zo heb ik mijn startschermpje gemaakt. En dan zullen we in de volgende video verder gaan met onze app. Maar voor we afsluiten natuurlijk wel opslaan.